Doe hier alles maar bij men. Vul de plassen, moet jij hier zijn. Een grote boodschap, ja, dat mag jij wel. En mijn centjes, ja, hey, dank je wel. Maak het zo gezellig hier, we praten waar je wilt. In de playshow, het is maar waar je wilt. In de playshow, het is maar waar je wilt. Ja, daar zijn we weer, hè? Gezellig dat jullie er allemaal weer bent. Eén grote gezelligheid en vandaag hebben wij de Heikrikkers, oftewel Maria Heij, te gast in Gezellig in de Playshow. En we hebben de prins uit Maria Heij. Dat is ook wel fijn dat we de prins hebben, want anders ja, dan is het programma niks als de prins er niet is. Stel u eens voor, wie ben jij en van wie ben jij de renner? Ik ben John Rovers. Ik ben de renner van zijn vader en moeder. Cor Rovers en Willemie Rovers. Kijk, en een echte Heijse? Niet helemaal. Waar kom jij vandaan dan? Ik kom uit Sint-Hubert. In Sint-Hubert? 5 jaartjes gewoond. Ja. En toen trok het toch Maria Heij. Oh, dan ben ik het toch... Jij was 5 toen je naar Maria Heij ging? Toch? Ja. Oké, voor jullie papa en mam dan of zo? Of, ja, vanwege het werk. Vanwege het werk. Ja. En wie heb je meegebracht? Vertel, want jij hebt ook een prinses. Kom even wat dichterbij staan, want jullie bent echt zo... het is gezellig hier, hè? Dus gezelligheid kent geen tijd. Van wie ben jij erin, hè? Ik ben Ilse Rovers, we zijn getrouwd, maar mijn meisjesnaam is Hermes, van de Henk Hermes, de bakker. Van de bakker, uit de hei? En Thea Hermes, ja. Oké, dus ik wist niet eens dat ik een hei en een bakker had. Niet meer. Oh, niet meer? Ja. Maar het was wel, hè? Ja, het was wel. Ja. Altijd leuk in de hei, maar jij bent... Het klopt ook niet, want we hebben er wel één nou. We hebben er wel één? Nou, hoe zit het? Gaat het wel een bakker? Dus papa is heel lang bezorgbakker geweest en een paar jaar geleden is hij gestopt en is er een andere bakker in plaats gekomen. Oh, oké. Ja. Is het ook een warme bakker of... Dit is een warme bakker. Oh, dit is een warme bakker. Ja, je hebt ook koude bakkers. Ja. Hè? Oh. Ja. En die leven niet meer. We komen bij jullie. Waar zit jij? goed, wat doe je in het dagelijks leven? Ik werk op de bouw. Als uitvoerder. Als uitvoerder. In Breda. En dan, in Breda? Ja. Hebben ze in Veghel of in Maria Heij geen bouw dan? Of, Ja, daar wouden ze me niet. Dus daar wouden ze jou niet? Nee. Okay, daar hebben ze in ieder geval geen station. Nee. Daar heb ik geen station. Nee, dat is waar. Maar wie heeft het jullie trouwens in uw midden staan? Want ja, dat is ook verteld. Dat is onze steun en toeverlaat. Maar dat kan niet zelf toelichten. Ja, ik ben jij erin, hè? Ik ben er ook van zijn vader en moeder. Maar ja, dat snap ik. Want ja, trouwens, dat hoeft niet natuurlijk. Het kan ook in de kansen. Ja, ik ben 28 jaar geleden geïmmigreerd naar Maria Heij. Ik kom eigenlijk uit Geffen van oorsprong. Even nog even. Ja, ja. Ja. En mijn vrouw komt uit Nederland. En toen zijn wij begonnen met een klein varkensbedrijfje in 1988. En dan hebben we ondertussen een best groot varkensbedrijf. In de hei. Eigenlijk veel te groot met die slechte prijzen, maar ja. Ja. Ja, dat is wel zo. Ja, maar iedereen lacht wel een beetje. Maar dat is wel zo, hè. Want gaat het niet goed in de branche van de varkens, zeg maar? Nee, ik heb er nou eigenlijk te veel, zeg maar. Gaat er nou te veel? Ja. Misschien kunnen een oproepje doen dat mensen bij jou gewoon hele varkens komen halen. Meer vlees eten. Ja, meer vlees eten. Ja. Ja, want dat mag tegenwoordig niet meer, hè. Want niks is me goed, zeggen ze. Dan maar de dibben niet en dan moeten we wel vlees eten. Dan maar geen melk meer drinken, want dat is niet goed. En erg is het eigenlijk, hè. Toch? Ja, maar als ze ooit aan het koken zijn, dan ruikt er nooit die slooi. Dus al het vlees wel lekker uit, hè. Ja, dat vind ik ook. De slooi ruikt er niet. Slooi en groentes daar. Ligt er aan wat je erop gooit. Ja. Spekjes. Spekjes, ja. Waar vindt hij het lekkerst om te eten? Italiaans. Pizza, lasagne, pasta. Ja. Oh, dus en maakt jij daar dan ook allemaal klaar of gaat het halen? Nee, ik maak alles zelf. Alles zelf? Ja. Kijk, dat was een heel lekker recept. Dat je zegt van, nou, dat vindt hij nou, als ik dat neerzet, nou, dan heb ik wel een heel fijn weekend. Kom, de twee hun snappen wat ik bedoel. Ja, ja. Ja, dan denk ik voor gevulde pasta gaan met roomsaus en champignons. Kijk, en dan leef je altijd de watertanden op ja, de bank. Zij het koken daar in de keuken, zeg maar. En dan aan tafel of op de bank eten? Aan tafel. We hebben twee kindjes ook. Oh ja, nee, dat moet hij. Ja, dan moet voorbeeld geven. Ja, ik haal het onderuit op de bank en dan laat ik het gewoon erin glijden, zeg maar. Hè. Dus, hebben wij ook gedaan. Ja, voor die tijd, hè. Ja. Ja. Hoe oud zijn de kindjes trouwens? Dat is ook wel leuk om even te vertellen. Misschien kunnen we even iets tegen de kindjes zeggen. Ze zitten daar het gatje, hè? Dat denk ik niet, want ze zijn 1 en 2. Dus ja, maar ze zien toch moeders wel op televisie, ja. Denk ik.
Katjes. Ja, precies. Hoe heet ze? Malou en Jelte. Malou en Jelte. Ja. Kijk, hartstikke mooi. Ik ga even kijken wat jullie allemaal meegenomen hebben uit de pil. En doen jullie lekker drinken. Ja, Wat zeg ik nou toch uit de pil? Ja. Uit Maria Hei. Ja, och, we knippen het er niet uit. Dus, even kijken. Gaat nog meneer Ewald? Ja, ik moet even zeggen tegen thuis. Meneer Ewald belde mij net op. Hij zegt, ik sta in de file. Ik zeg, echt waar? Ja, zegt, ik sta in de file. Ik zeg, maar jongen toch. Ik zeg, waar dan? In u ergens op de A50 of zo. En toen had hij een fotootje. En ik mag het niet zeggen, maar het is een hele grote gele M. En daar stond hij in de file, zeg maar. Hij moest naar het tweede raam rijden nog. Dus, maar dat mag zijn vrouw helemaal niet weten, want hij... maar daar is het even terzijde. Wie ben jij en waar ben jij er vrienden van? Van wie? Ik ben Jean Leeners uit Mariehei, uiteraard. Ja. Uit de hei. Ben jij een familie van de prins? Nee. Je bent gewoon uit de hei? Gewoon uit de hei. Ja. Ja. We zijn de oppers. De oppers. En wie ben jij? Ik ben een zusje van Jean. Oh. En ook een opper? Uit de hei. Ja, ik ben ook een opper. En je bent wel echt de heis, of niet? Nee, wij zijn 20 jaar geleden prins geweest. Ik ben... Maar dat is veel verder terug. Maar maar dat is echt... Zo is het. Maar hoe is het nou om nou geen prinses en prins meer te zijn dan? Heel fijn. Ja. En daar hebben we iemand van de Raad van Elf volgens mij, net toch? Nee. Ik ben van de Hoge Raad, bij Geert Janssen. Ik ben vorig jaar de prins geweest. Ach, verrek, ja, nou zie ik het, ja. Op die wc, ja. Dat was echt de soep geluk, hè, waar jij gegeten, daarvan was het. De Hoge Dallo, ja. En jij bent... Marion Jansen, van de vrouw. Ja. En wie ben jij? Vertel eens. Ik ben Agnieszka Kuipers en ik ben 2 jaar geleden prinses geweest. Ook al. En jij bent dan de... Ja. Ik ben Floyd Dekkers. Ja. Nee, nou komt het allemaal weer... Bij de Jumbo. Je piep, ja. ja. Maar jij moest de prijzen onthouden, hè? De prijzen onthouden, dat ging niet zo best volgens mij. Nee. Ik had wel een grote mond, maar... Het is niet zo erg wat hij nou moet doen, moet ik zeggen, hoor. Is, ik ga daar even nog iets anders vragen, maar dat doe ik dadelijk. Oh, wacht even. En jij bent? Sandra van Bergen, de vrouw van Gert-Jan. De vrouw van Gert-Jan. En jij zit ook bij het varkensbedrijf dan, hè? Ja, ook. Ja. En jullie hebben lekker al het vers vlees natuurlijk. Ja, altijd. Waar eten jullie nou het meest dan, van het verken? Alles van varken, gewoon varkensvlees altijd. Ja. Ja. En maakt je dan ook verse worst en zo? Nee, maak ik niet zelf. Oh, maak jij niet zelf? Lekker, maar kei lekker. En jij bent er een van? Ik ben Jurk van der Leest. Ik ben 3 jaar geleden prins geweest. Het zijn allemaal prinsen op een rij, hè? Ja, ik heb trouwens toen nog wel de eerste prijs gewonnen met spiraaltje. Kijk, dat was nog in het café dan, hè? Ja, was in het café, ja. Ja. Kijk, dat bedoel ik. En jij bent? Tijn van den Berg. Hij is de prins van volgend jaar, zeg maar. Oh, mensen. Heb je een stage nou? We hebben nieuws. Dit is de prins van volgend jaar. Dus, dat is handig. Ja, dat is goed. Kijk, jou ken ik toevallig. Dat is Leo van den Bom, mensen. Ja. En die had vroeger een cd-zaak in u. En dan mag dat gerust gezegd voor een music story te daar. Ja. Want dat bestuurt niet meer. Nee, is vergaan de glorie. Dus, En je hebt nou in de hei een cd-zaak. Ja, dat zou misschien wel kunnen, maar ja, Geert stuurt me zijn woning, die winkel die hij nog te kopen, die winkelruimte. Ja, maar misschien naar de carnaval. Goed zat voor je met de carnaval, moet er wel lukken, denk ik, dat er nog iets van kan doen. En dat is ook zeker tegen mensen nu, komen mensen deze halen. Trouwens, ik heb hem nog zat op de zolder. Goed. Nee, maar het is wel zo dat die cd's allemaal verdwijnen, hè, eigenlijk. Ja, die verdwijnen, ja. Maar dat was toen eigenlijk al een beetje, hè, de illegale kopieën en zo. Ja. Ah, dat denk ik niet aan mee, hoor. Nee, dat snap ik ook wel. Dat durf ik niet. Ja. Goed. We gaan weer even naar jullie, maar ik wou even aan jou vragen. Ik pak even deze microfoon weer. Is jouw prins goed in trekken, eigenlijk? Niks geluid. Soep trekken, T-sex. Nee, maar ik bedoel trekken, net als touw trekken en ja, zo. Okay. Dus daar bedoel ik mee. Heb je daar een beetje ervaring mee? Of, ik doe het niet elke dag, maar het zal wel lukken. Nou, want hij heeft dadelijk met een spelletje te maken. Maar dat doen we dadelijk. We gaan eerst even naar Pater Paulus, want die is er ook weer. En Pater Paulus heeft overdenkingen, thema's die hij behandelt. En nou heeft hij er ook weer in. Pater Paulus, hey, ga lekker, hey, ga lekker, overal. Ja, dames en heren, daar zien we weer. Hey, ga lekker, hè.
Vandaag gaan we het hebben over Maria Heijden, oftewel de Heekrekels. Want ze zijn er in de studio. Ha, gezellig, hè? Ja, altijd een gezelligheid als Maria Heijden er komt, hè? We gaan het vandaag over hebben over verandering. Want in Maria Heijden is er heel wat veranderd, hè? U weet nog wel, jaren geleden, voor de A50 er was, reden daar door dat dorp echt, dat kunt u niet voorstellen nu meer, maar reden daar vrachtwagens, buschauffeurs, auto's, brommers, fietsers. Nou, het was daar net zo druk als in Amsterdam benen, hè? Zo druk was het daar, hè? En toen hebben ze bedacht, weet je wat, we gaan er een weg omheen bouwen en die noemen we dan A50, hè? Dat is een verandering, hè? En daar waren de mensen natuurlijk erg blij mee, hè, in Maria Heijden. Maar later bleek dat ook de naam veranderd moest worden. Hè, want het blijft natuurlijk Maria Heijden heten. Maar toen zat er een streepje tussen Maria en Heijden. Dat is zelfs als de splitsing waar we het van de week over gehad hebben. Beek en Donk en Zee en Taart. En daar was Maria en Heijden. Nou zou ik het liefste bij Heijden wonen. Want als ik in Maria zou wonen, dat zou niet zo heel goed zijn natuurlijk, hè. Maar verandering van space doet eten, zeggen ze wel eens ooit. Hè? Wat je kunt bijvoorbeeld als kind zien, dat gebeurt wel eens. Dan lust je bijvoorbeeld geen spruitjes, je lust geen erwtensoep. Dat zijn allemaal van die dingen die kinderen niet zo heel graag lusten. Die lusten liever friet met appelmoes of met frikadellen. Maar als je ouder wordt, dan wordt je smaak ook anders. Hè? Dan ga je veranderen van smaak. Hè? En waar dat precies aan ligt. Ik heb zuster Eraxia wel eens gevraagd, hoe komt dat nou eigenlijk? Ze zei, ik zoek hem op. Maar ze zit hem nog steeds te zoeken, hoor, in de bibliotheek bij de zusters. Hè? Dus daar moet ik u het antwoord van schuldig blijven. Maar verandering in het leven, verandering van partner misschien wel. Hè? Dat je denkt van, goh, met mijn vrouw ben ik nou al 25 jaar. En ik moet 25 jaar tegen diezelfde harses aankijken, hè? En daar heb ik niet zo'n zin in, hè? Dat snap ik natuurlijk, hè? Maar daar heb ik een oplossing voor. Hè? Ja, ik heb een oplossing. Want wat gaan we doen als iedereen morgen naar buiten gaat en je denkt van, nou, ik wil veranderen in mijn leven. Ik wil een andere partner in mijn leven. Nou, dan doe je als volgt. Dan zet je als vrouw, zet je zeg maar een kruisje op je voorhoofd. En als man doe je het een rondje. Dus zie je iemand met een kruisje lopen en je bent een rondje, dan denk je, ja, die mevrouw is vrij. Of andersom, ja, die man is vrij. Dat is een goede oplossing, hè? Nou, kan het natuurlijk ook zijn dat je een man van een man houdt of een vrouw van een vrouw houdt. Daar moet ik even over nadenken. Dan doe je het volgende. Dan maak je bij de vrouw, als je van een andere vrouw houdt, dan doe je toch dat rondje. En dan zet je twee kruisjes bij. Want dan weet je, van die kruisjes, dat is het vrouwtje. En bij de mannetjes doe je andersom, doe je een pijltje, zeg maar. Dan heb je twee van die kleine pijltjes, rechts of links. Het maakt niet uit wat voor dragend je bent, links of rechts. Maar dan doe je gewoon die pijltjes zo daarboven zetten. Hè? Dat is wel een leuke. Ja, dus als morgen nou iedereen door het centrum loopt, waar u ook loopt, in Zeetaart of in Mariaheden of in Udo of in Veghel of waar dan ook. Dan zie je een kruisje en denk je, ja, die is aan verandering toe. Ik vond hem goed. U niet? U gaat er maar eens over nadenken. Hè? Adia. En zo is dat, mensen. We gaan nog het mens. Egalaka. Ben je klaar voor? Nou, dan gaan we. Jullie aanmoedigen, jongens. 3, 2, 1, ja. Koe, koe, koe. Hey, 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 hey. Kom, ja.
Zes seconden, mensen. Het is echt fantastisch. Nee. Kijk nou. 39, 48 honderd stemmen. Ja, ik wist nooit dat er zoveel in zat. Hè? Wist jij dat? Nee. Dat is echt... Maar moet wel zijn ik ongeveer zoveel nodig heb. Hij duwt ze ook weer terug. Nee. Ja, als je verkouden bent, dan kun je gerust... dan kun je een lol op. Ja, dan kun je gerust voor een lol op. Ja. En hoe lang denk je ervoor over om dat terug te douwen? Met het terug te douwen? Ik zal even wachten. Dan kan ik even van jou vragen. Ja, ja. Waar zit ik hier nou? Nee. Hoe lang denk je ervoor en over dat terug te douwen? Dat weet ik niet. Zullen we het samen gaan proberen? Kom, dan gaan we even proberen of tegen. Pak me even een paar op. Kom, even proberen, dat maakt toch niet uit. Nee, gewoon even de terug houden. Zo. Kijk, dat is nog... eigenlijk wel eens ja, maar des, ja, maar dan, dan is het niet eerlijk. Nee, zo is het niet eerlijk, hè? Ja, maar zo ging het wel vlug. Ja, zo gaat het wel vlug. Kijk, als je nou dit zo doet, en je doet, huppakee, klaar. Binnen 1 seconde, dus dat is... maar goed. Zeg, wacht even. Doe even ja, het is een beetje een puinhoop, mensen, maar ach, dat is altijd gezellig, hè? Zeg, jouw hobby's nog even snel... Waar vind sport jij kijken. Sport kijken? Ja. Ja, nee, maar. Nee, ik ben meer van de rustige dingen: boekje lezen en puzzeltje maken. Puzzeltje maken. Filmpje kijken. Filmpje kijken. Wat voor stukjes? Drankje hoeveel... doen. Drankje doen. Hoeveel puzzeltjes? Oh, puzzeltjes. Hoeveel stukjes? 2000. Als je wilt. Ja, echt ja. Waar? Ja, oh, ik heb ook eerder van 13.500 dus. Oh, wat ben je aan het doen? Oh, aan het bijgieten? Of, hij sloeg dood. Ja, jij drinkt toch niet er? Nee, ik niet. Ik niet, want dan stak als ik hier ga drinken, dan wilde jij niet meemaken, denk ik. Dan stak je op mijn kop, hè? Oh. Ja. Ik hou het bij de hapjes en zo. Dat is toch veel lekkerder. Ja. Goed, ja, we zijn alweer bijna het eind van het programma. Het gaat snel, hè, zo'n programma. Morgen dan is de prins van... kut, nou moet ik knippen. Keldonks, ja. Oké. Okay. Goed, we gaan sluiten met het programma. Het is weer bijna afgelopen. Merje kunt de prins van Keldonk. En kende hem ook, heb je hem al gezien? Bas heet hij. Bas, ja, ja, dat klopt, Bas. En dat was gewoon als jij even iets tegen Bas zegt. Want dat kan jij doen bij meneer Ewald in het gatje daar. Kun je iets tegen hem zeggen? Is die grote? Hè? Is die grote? Ja. Bas, veel plezier morgen. Blij dat je weer hersteld bent. Hij was van de vrachtwagen gevallen. Echt waar? Dus anders had ik hem niet gezien, maar hij is wonderbaarlijk vlug hersteld. Wat een beetje carnaval al niet meer doet, hè. Ja, nou, dan stak nou ook even... Ja. Dat is schokkend nieuws, toch? Dat de prins van de vrachtwagen afvalt. Maar goed, we zullen hem merken gaan zien, mensen. Ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken. En tante Annie, ja, ik weet het, je hebt net koffie gezet. Je kunt het volgende uur gewoon nog een keer kijken. Dat maakt allemaal niet uit. Doe het tot s'avonds 6 uur, dus dat maakt allemaal niet uit. Tot morgen en jullie weten het. Houd toe gelufke manat. Houdoe. Groeten van de hei.